in Nederland zelf Nederlandse kunstenaar, grote kunstenaar, die zijn gemarteld. Zeg maar, kijk naar Willem de Koning, die is in Amerika anerkend en niet hier. En in Amerika, Willem de Koning is God, die kunstgod. Hier was die shit, was die niks. Niks betekent. Als je naar Vincent van Gogh kijkt, gaat naar zijn historie. Als die in Nederland gebleven, dan is nooit van gehoord. Zelf die naam van Gogh, nooit gehoord. Is dood, forever. Maar Vincent van Gogh is erkend in Frankrijk. En in Frankrijk met zijn broer en zo, zeg maar, is in, tot leven gebracht. Zelf Vermeer, die is niet door Nederlanden anerkend, die is door Fransen anerkend. Vermeer, de grootste kunstenaar die kleuren maakt, zeg maar, die mooie kleuren kan maken. Is meer dan Rembrandt en meer dan Da Vinci zelf. Die was ook niet zo anerkend. Die is door Frans anerkend. Voordat die de Nederlanden hebben bekijkt. Ik weet niet waarom. Is dat in hun aard? Die zijn soms ook... Ik weet niet. Misschien... dat is een beetje... Dat is eigenlijk een psychische... Misschien... Men moet de psychische ingaan totdat kan ontdekken waarom. Kunst is niet alleen maar tekenen of schilderen of namaken, zo alles. Honderdduizenden doen hier in Amsterdam. Nee, ben je kunstenaar, dan ga je in donkerheid en licht creëren. En jij creëert voor jouzelf en voor anderen. Voor mensheid, voor het leven überhaupt. Dat is een grote filosofie. Ook filosofie is ook een kunst. Het schrijven is ook een kunst. De gedichten is ook kunst. Het is niet alleen maar schilderkunst, maar schilderkunst is een aard van de kunst. Die kunst is eigenlijk ziel van filosofie. Die ziel op zichzelf, of die finishing, of die crème van filosofie en ook die creativiteit, die blijft in bewegen. En ook die toeschouwer die niet leraar of niet goed geleerd of zo, die ziet dat ook, die beweging van die schilderij zelf. Om schilderijen, als die wel van kunstenaar geschilderd, die blijft in beweging. Ik heb bijna nooit gedacht dat ik eigenlijk een belangrijke prijs kan winnen in mijn leven. Dat heb ik nooit gedacht. Dat was eigenlijk een onzichtbare gedachte. Of men hoopt, maar ja, wat kan je doen? Je kan niks. Je gaat ook nooit geloven. En als ik vorig jaar die prijs gewonnen, de internationale prijs van Florence, dat was voor mij misschien drie maanden ongeloofbaar. Maar dat ken ik. Ik ben niet daar geweest. Ik ben wel uitgenodigd naartoe om te gaan die prijs om te krijgen.
Maar ik kon, omdat ik ziek ben, kon ik niet. Niet vorig jaar en niet dat jaar.